typisch CPS is dat je vrijdag na je lange werkweek thuis komt bij CPS. Je laat rustig je bus uit met je collega's gezellig bijpraten en dan kun je goed het weekend in. Ik ben Teun Staals, ik ben 20 jaar oud, ik woon in Molenbeersel en werk nu al een dikke 4 jaar voor CPS. CPS is eigenlijk een afkorting voor Case Packing Systems. Ja, wij maken machines die weer producten verpakken in een doos, vooral in de voedingsindustrie. Mijn functie is buitendienstmonteur / onderhoudsmonteur. Dat houdt in dat ik dus nieuwe machines ga plaatsen bij nieuwe klanten. Onderhoud geven aan oude machines, de storing oplos, waar nodig. Zodat de klant zo snel mogelijk terug verder kan in zijn productie. Krijg je soms een rondleiding door het bedrijf, dat is ook altijd wel leuk. Ja, dat is eigenlijk van jongs af aan gekomen de technische. Buiten mijn werk ben ik ook zeker bezig met techniek, puur omdat ik het zelf leuk vind. Zo heb ik bijvoorbeeld een rijdend kratje bier gebouwd in de coronaperiode. Een chopper en een race-sit maaier met 140 pk. Vond ik leuke projecten. Ik zou mensen aanraden om hier te komen werken, zeker als ze geïnteresseerd zijn in techniek. De techniek gaat heel snel, overal, ook hier. Het is een zeer leuk bedrijf om zelf buiten wat je op school leert en bij te leren. Iedereen is er ook voor elkaar om elkaar verder te helpen. Toffe collega's erbij krijgen is altijd positief.